Het is vandaag dé dag voor gamers hier in Nederland. Het gebeurt hier allemaal in ons eigen koude kikkerlandje. Namelijk hier in Amsterdam vanuit de Grasfabriek is First Look 2010. Er zijn hier meer dan 3000 mensen verwacht. Het is dus groter en uitgebreider dan ooit tevoren. Alle gamers uit heel Nederland komen speciaal naar Amsterdam toe om deze games te zien. Zo net een geniale presentatie van een geniale man gezien, Randy Pitchford. Die man hierachter die heeft ons alles over Duke Nukem laten zien. We hebben gezien dat Duke Nukem nog leeft. Hij is terug van weggekeerd en hij is meer badass dan ooit. Serieus. Na de eerste invasie heeft Duke Nukem alle aliens van de planeet afgejaagd. Dus ze zijn weer teruggekomen en ze zijn nu extra badass. Ze hebben extra troepen meegenomen. En Duke Nukem gaat er is in eentje keihard tegenaan. Harder dan ooit. Super gaaf. Jij speelt Vanquish, wat vind je ervan? Goed. Ja. Beetje extreem veel herrie zeg maar momenteel, maar het is al vet. Je speelt het spel, wat vind je er tot nu toe van? Tot nu toe vind ik het wel leuk. Je hebt ook de oude versie gespeeld of dit is nieuw? Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Oké. Jij wel. Wat is er nieuw ten opzichte van de oude versie? Ja, zo zit de graphics natuurlijk, maar algemeen gezien voelt het wel momenteel als de oude versie. Ik ben momenteel bezig met een minecart level. En ja, ik ken ze nog van de vorige versies, die waren niet leuk. En hier zijn ze net zo irritant, dus het voelt wel heel erg naar de oude. Maar irritant, wel leuk irritant, dat toch? Of? Het is uitdagend, zou ik het zo zeggen. Mag ik je wat vragen? Ja. Hoe lang sta je al in de rij? Heel lang, 10 minuten of zoiets. 10 minuten maar? Zo'n korte rij? Ja, lang rij man. Lange rij, oké. Okay. Wat verwacht je te zien? Malafonje. I'm feeling like a star, you can't stop my shine. I'm Bobby Cloud 9, my head's in the sky. I'm solo, I'm riding solo. Aloka, ik heb je de hele dag niet gezien. Wat heb je de hele dag gedaan? Ja, ik ben lekker in de lounge bezig geweest. Even een paar muntjes winnen. Ik heb er nu al 25 en dat betekent dat ik een t-shirt kan halen. Jemig, wat heb je gedaan? Wat voor spel? Poker? Nee, dat was geen poker. Het was helemaal een dobbelspel. Ik weet de naam niet, maar het zit ook echt in Red Dead Redemption. Dus je hebt de rest gewoon keihard ingemaakt? Helemaal afgeslagen. Uber. Net als Duke. Nou, ik ga een t-shirt halen. Choosing your battles.
Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. This is Africa. Tamina mina, eh eh. Waka waka, eh eh. Tamina mina, sakalewa. This time for Africa. Listen to your dad. This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Zo, dat was het first look hier van 2010 vanuit de gastfabriek hier in Amsterdam. Veel mooie dingen gezien, veel leuke games gespeeld. Hier en daar nog een goodie meegepikt. Maar aan alles komt het eind. Ik ben moe en ik ga op zoek naar mijn avondeten. Mag ik wat vragen? Voor ons het mysterie van de bootbabe. Wat moet je nou hier de hele dag doen? Ik denk eigenlijk dat het belangrijkste is dat je heel leuk doet, vooral de hele dag. Je moet mensen een beetje enthousiasmeren en daarom is het zo'n leuk werk om te doen. Is dat niet moeilijk, de hele dag vrolijk blijven? Nee, dat is niet. Ik denk dat die 8 uurtjes nog wel vol te houden zijn. We zijn gewoon natuurlijk allemaal hele fruitige, leuke meiden die hier staan. Dus nee. En voor mij de handvraag, wat krijg je hiervoor betaald? Heel veel liefde.